Hey dames en heren en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Daily Nintendo TV, de serie waarin jij het laatste Nintendo nieuws te horen krijgt. Je raadt het nooit, maar de Nintendo Switch heeft deze week weer een nieuwe mijlpaal bereikt. In Nintendo's nieuwste financiële resultaten is de Switch in anderhalf jaar tijd 22,86 miljoen keer over de toonbank gegaan. Hierdoor heeft het systeem niet alleen de totale verkopen van de Wii U overtroffen, maar ook die van de GameCube. Ja, zoals jullie het horen, de Switch is goed op weg om nog een aantal consoles te verslaan. De volgende Nintendo console die de Switch kan passeren is de Nintendo 64, die in totaal 32,93 miljoen keer is verkocht. Vorige week donderdag om 1 uur kon je live de laatste Smash Brothers Direct bekijken vooraleer het spel uitkomt. Deze 40 minuten lange livestream werd gepresenteerd door niemand minder dan meneer Sakurai. Er werden heel wat nieuwe dingen aangekondigd, maar mocht jij een van die personen zijn die de livestream heeft gemist of gewoon een kleine samenvatting wilt zien, dan ben je bij het juiste adres. Let's do this. Tijdens de Super Smash Bros. Ultimate Direct heeft Masahiro Sakurai de laatste twee vechters voor de game onthuld. Ken uit de Street Fighter serie, Incineroar uit de Pokémon serie en Piranha Plant uit de Super Mario serie zullen zich bij de 72 andere personages voegen. Ken is een Echo Fighter van Ryu, net als in de originele Street Fighter games. Hij is iets sneller en heeft een aantal kleine verschillen. Net als Ryu heeft Ken twee dezelfde Final Smashes. Incineroar is de laatste echte nieuwe personage die in de game zal zitten. Deze Pokémon is de laatste evolutie van Litten als je het nog niet wist. Zijn Final Smash Max Malicious Moonsault is gebaseerd op zijn exclusieve Z-move uit Pokémon Sun and Moon. Mensen die de game nu al pre-orderen kunnen al enige tijd na de release Piranha Plant downloaden als bonusvechter. Hij is een geheel nieuw personage gebaseerd op de verschillende soorten Piranha Planten uit de Super Mario serie. En misschien wel de grootste verrassing in de Direct. Voor wie de 75 nieuwe personages nog niet genoeg zijn, kunnen in de toekomst nieuwe vechters, levels en muziek downloaden als betaalde DLC. De DLC zal worden uitgerold in pakketten bestaande uit één vechter, één level en meerdere muziekstukken. Deze pakketten zullen los ongeveer 6 euro gaan kosten. Maar er bestaat ook een mogelijkheid om alle DLC's samen te kopen met de Fighter Pass die 25 euro moet gaan kosten. En een nieuwe Adventure Mode is tijdens de Direct onthuld. Sakurai sprak tijdens de presentatie over de zogenaamde Spirits Modus, welke al eerder onthuld was door fans na de Direct in augustus. De Spirits, welke allemaal de vorm hebben van bekende Nintendo en non-Nintendo personages, hebben hun lichaam verloren, maar kunnen in spiritvorm de speelbare vechter bijstaan in de strijd. Op het einde van de Direct teasde Sakurai dat er een reden achter het verliezen van hun lichamen zat. Toen schakelde hij naar de trailer voor de nieuwe adventure mode World of Light. Er vindt een strijd plaats tussen de Master Hands en de vechters, waarbij iedereen door laserstralen wordt verbrijzeld. Alleen Kirby weet te ontsnappen en zal waarschijnlijk het enige speelbare personage zijn in het begin van het avontuur. De andere personages lijken gevangen te zijn genomen, waarbij we zien hoe een slechte kloon van Mario wordt gecreëerd. In deze modus zal je als speler over een grote wereldkaart lopen, waarbij elk level een gevecht is om een nieuwe spirit te bevrijden. Soms zul je het ook moeten opnemen tegen de slechte klonen van de andere vechters, waarna je ze hoogstwaarschijnlijk bevrijdt. En tenslotte voor de verzamelaars heb ik goed nieuws. Want een heleboel nieuwe Super Smash Bros. Amiibo zijn aangekondigd. Op de release van de game zullen Inkling, Ridley en Wolf verschijnen. Maar later zullen alle andere personages worden toegevoegd. Nintendo heeft foto's vrijgegeven van de Amiibo van Daisy, Ice Climbers, Isabelle, Ken, King K. Rool, Pichu, Piranha Plant en Young Link. Over een paar weken gaat de Heroes Dutch Comic Con van start. En niemand minder dan Charles Martinet zal hier aanwezig zijn. Charles Martinet staat bekend voor het inspreken van Mario, Luigi, Wario en nog heel wat andere personages uit de Mushroom Kingdom. Heb je altijd al gedroomd om met hem op de foto te willen of gewoon een handtekening te krijgen? Dan is dit je kans. Op 24 en 25 november zal in de jaarbeurs in Utrecht namelijk de grootste Comic Con van Nederland weer plaats gaan vinden. En het goede nieuws is dat hij beide dagen aanwezig zal zijn. De laatste tijd gebruiken heel wat gamestudio's sociale media. Dit geldt ook voor het bekende bedrijf achter Pokémon. That's right, Game Freak opent zowel een Twitterpagina en YouTube-kanaal. Het nadeel hieraan is dat alles in het Japans geschreven wordt. Maar ja, langs de andere kant zien we eindelijk hoe het eraan toe is in het Game Freak-kantoor. Vroeg of laat zullen deze video's wel ondertiteling krijgen, hoop ik. Dus ik kijk er alvast wel naar uit. Als je ooit een fysieke strategy guide hebt gekocht, dan is de kans groot dat hij van Prima Games was. Sinds 1990 was het bedrijf de grootste speler op het gebied van het maken van strategy gidsen voor videogames. Maar vandaag komt het moederbedrijf DK met het nieuws naar buiten dat Prima Games zijn deuren zal sluiten. Dat betekent dat we na de lente van 2019 geen nieuwe gidsen van hen kunnen verwachten. Volgens het bedrijf is er de laatste jaren een grote afname in de vraag naar fysieke strategy guides. Door de komst van het internet, waardoor veel websites zijn ontstaan waar gratis
gidsen te vinden zijn, en natuurlijk YouTube, hebben mensen minder behoefte aan een geprinte gids. Dus de laatste Nintendo-gerelateerde fysieke guide zal dan Super Smash Bros. Zijn. De YouTube-app komt deze week op je Nintendo Switch. Naast de Hulu-app is er geen goede video-applicatie voor op je Nintendo Switch. En dit lijkt nu te veranderen met de verschillende aanwijzingen over een YouTube-applicatie die we vonden op de Nintendo-website. Enkele dagen later. Ja, zojuist heeft Nintendo bekendgemaakt dat die per direct te downloaden is op elke Nintendo Switch. De app bevat alle functionaliteiten van de gewone website, alleen de Creator Studio en upload-mogelijkheden ontbreken.